Ik ben Ferry, stadsgids, stadsgenieter, stadsontdekker. Steeds op zoek naar waar het gebeurt, wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren. Op zoek naar mensen en verhalen die Rotterdam maken. Kom je mee? Want hier gebeurt het. Wat gebeurt hier? In Bospolder, Delfshaven, staat het Bollepandje. En hier brengt brood de bewoners dichter bij elkaar. En dat gaat gepaard met verhalen en rituelen. Ik begin al honger te krijgen. Ga je mee? Ximena, jij bent een van de initiatiefnemers van Broderhoed. Zo spreek ik het uit, toch? Ja. Broderhoed. Ja, brood van brood en hoed van gemeenschap. We zijn in de wijk bezig met een project van brood, waar wij begonnen met een zuurdesemketting. Oké, dan moet je me toch eventjes uitleggen, wat is een zuurdesemketting? Dit is een zuurdesem. Oké, wauw. Oké, dus dit is het echte zuurdesem. Dit leeft. De kern van jullie brood. Dus dit kan leven voor jaren en jaren en jaren als je het voet geven. Oké. Ja? Dit is een poëzieworkshop. Ja. En jullie gaan de kracht van die poëzie in die zuurdesem laden. Dat wordt deeg en dat wordt brood. En de brood is met de krachten van de wijk. Oké. Dus we hebben een brood dat we gaan waarderen. Ja. Dit hele project gaat over waarderen onze... Onze wijk. Jullie gemeenschap. Wat heeft u erin gestopt? Veerkracht. Veerkracht. Proost. Ja. Tony, waarom heet het Bollepandje? Het heet het Bollepandje omdat we ooit zijn begonnen met biologische, bijvriendelijke bloembollen in de wijk te krijgen. Uh-huh. En de buurt heeft eigenlijk zelf de naam Bollepandje daardoor bedacht. Het is een locatie van de buurtbewoners, toch? Wij, Nel bijvoorbeeld. Ja, Nel. De buurt bepaalt wat hier gebeurt. Uh-huh. Dus dat betekent dat alles wat we hier verzinnen, ja, verzinnen we met z'n allen. Bijvoorbeeld een meneer die woont hier tegenover, die wil heel graag zijn oude dvd's met films laten zien. Aha. Dus dan gaan we dat doen. Maar ook wat we nu aan het doen zijn... De poëzieworkshop. Een workshop poëzie, ja, dat is superleuk. En het idee is dat het de buurtbewoners dichter bij elkaar brengt. Ja, er zijn mensen die hier hun buren niet kenden en nu wel. Ximena, jullie recyclen ook brood. Hoe werkt dat? We hebben een vergister gemaakt. En de vergister gaat transformeren oude brood dat we zijn verzamelen in gas. En met die gas we gaan aansteken die oven waar we onze nieuwe brood gemaakt met onze krachten, daar gaan wij laten rijzen. En zo behoud je ook je energie? Zeker. En jij kan ook gedicht maken met onze krachten. En dan jij mag die jij krachten in onze zuurdesem. Oké, dat lijkt me wel wat. Maar eerst dit. Denk je aan brood, dan denk je aan meel. En denk je aan meel, dan denk je aan molens. En hier in Delfshaven stonden ooit wel 8 molens. De meeste waren trouwens helemaal niet om meel voor brood te malen, maar om mout te malen. Een grondstof voor de jeneverindustrie. Die molen hierachter, die is hartstikke nieuw. Die is uit 1987. Want de oorspronkelijke molen, die was verwoest in de Tweede Wereldoorlog. Er staan trouwens ook nog 2 restanten van molens verstopt hier in Delfshaven. Sanne, jij bent de bedenker van deze workshop. Wat is je idee? Nou, niks is zo makkelijk om je gevoelens te uiten als het schrijven van een gedicht. Broderhood gaat er eigenlijk over, hè? Over de krachten die wij uit onze vorige generaties kunnen overdragen aan de nieuwe generaties. En hoe mooi kan je dat doen door daar een gedicht over te schrijven. En wat is dan de relatie tussen gedichten en brood? Het is allebei een proces. Het begint, je deelt iets met elkaar, in dit geval in het brood het zuurdesem. En hier delen we onze woorden met elkaar, waardoor we ook samen iets moois opbouwen. Shanti, draag jij je gedicht even voor. Waar oerkrachten samenkomen, speels in het nu gezet. Waar je hart kan wonen, liefde, hoop, dromen, verbinding en gezelligheid voeren de boventoon in deze saamhorigheid. Ik zou ook wel mooie gedichten willen kunnen schrijven. Nou, dan gaan we aan de slag. Oké.
Ik kneed het deeg om te delen met de buren. Als ik het meel afweeg, probeer ik heel veel liefde te sturen. Liefde is de kern van de zuurdecemketen. Delfshaven, epicentrum van het spoken word. Het bollepandje waar de magie gebeurt. Oh yeah.